De komende 4 jaar is het werk van componist Harry Bannink uit Enschede een belangrijk onderdeel van de programmering van het kinderkoor van de Nationale Reisopera. Er zijn plannen in de maak voor meer concerten en producties waarin het werk van Bannink centraal gaat staan. Komende zondag kunnen de liefhebbers van Harry Bannink om 3 uur al terecht in het muziekcentrum en meezingen mag. Zometeen praten we erover met Iris de Vries, is coördinator van het Reisopera Kinderkoor. Mits zij bij ons kan aanschuiven. En het is altijd een beetje, wij hebben hier een deur van de studio en wij zijn overgeleverd aan mensen die dan onze gasten naar boven leiden. En dan is er van de deuren, wie steekt er voor de deuren? Dit is net Sinterklaas. Precies, wie staat er voor de deur? En in dit geval, vol verrassing klopt ons hart. Is dat Iris de Vries? En ik zie er al. Ze zitten Hallo. Voor de camera Hallo. Inmiddels ook zichtbaar. Iris, welkom. Kom ik zitten. Ik gewoon staan. Oh, mag ook, mag ik ook. Gaan ik hoop dat dat... Anke mag ook nog wat zeggen. Ja, Anke, kom erbij. We hebben in ieder geval wel nodig dat we ongeveer voor de microfoon plaatsnemen. Want anders dan kunnen we niks horen. Dat is lastig. Ja, dat zou jammer zijn, hè? Dat zou heel jammer zijn. Kijk, zo is het prima. Welkom. Iris, veel aandacht voor Harry Bannink bij het kinderkoor van de Nationale Reisopera. Ja. Waarom eigenlijk? De komende 4 jaar, ja, waarom eigenlijk? Nou, omdat Harry Bannink natuurlijk een bekende Enschedese componist is. Ook voor die kinderen? Voor die kinderen nog niet, maar nu, ja, inmiddels al wel, ja. Ze zijn heel enthousiast over de liedjes. Zingt allemaal lekker mee, dus dat is hartstikke leuk. Ja, want inmiddels betekent vanaf wanneer? Wanneer zijn ze mee bezig? Ze zijn sinds de zomervakantie al aan het repeteren. Eigenlijk voor de vakantie al. Mm-hmm. Dus ze zijn begonnen met De Kat van Ome Willem. En nu wordt het langzaam uitgebreid, het repertoire. Ja, ik zit dus zelf, ik ben 31. Maar ik zit ook al een beetje op zo'n hellend vlak. Dat ik soms denk, ja, Harry Bannink. En ik ging ook even zijn liedjes doorkijken. En dan dacht ik van, ja, nou ja. Het ontglipt je op een gegeven moment wel een beetje. Ah, jij kent natuurlijk de film van Ome Willem en of is dat toch al voor jou zijn? Ja, dat zit op het randje, maar misschien ben ik ook wel slecht daarin onderwezen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, nee, maar die kinderen die vinden het echt heel erg leuk. En wat ook heel erg leuk is, is dat als ze thuiskomen, papa en mama het kennen, zelfs opa en oma zingen vrolijk mee. Dus ze zijn dol enthousiast. Ze zijn echt leuk. Ja. Wat gaan jullie aankomende zondag dan precies doen? Zondag hebben we een liedjesprogramma met een aantal hele leuke liedjes met solisten erbij. Marijn Ouwehand, Katusha Principato, Mark Staudam. En een aantal geitenbreiers. Een aantal muzikanten zijn erbij. En dan, dat noem je geitenbreiers? Dat zijn nog steeds de... Ja, die noemen we geitenbreiers. Oké. Okay. En die gaan liedjes van Harry Bannink zingen? Ja. Precies. En die kinderen, wat voor een rol hebben zij? Die kinderen die zingen meer een deel van de liedjes. Dus die zingen eigenlijk, ik geloof 80% van het... Van de tijd staan ze op het toneel. Ja. Dus En dan is het de bedoeling dat de mensen meezingen? Iedereen die mee kan zingen, mag meezingen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Of mensen nog een beetje de jeugd van tegenwoordig vindt het soms lastig. Maar ik weet niet hoe dat met volwassenen zit. Ah, die zingen er lustig op last, denk ik. Dat verwacht ik wel, ja. Zeker. En dan is dus, dit is soort van, is dat een soort van de aftrap dan van een periode Bannink? In principe wel, ja. De komende 4 jaren stellen we Harry Bannink wel centraal en willen we graag elk jaar iets doen van Bannink. En of dat nou een meezingconcert is of of iets anders of een wandeling. Maar in elk geval gaan we 4 jaar lang Harry Bannink op de kaart zetten. In 4 jaar, hè, kun je ook, ik heb dat meisje niet gelukt, maar kun je ook een diploma halen? Maar ik wil zeggen, 4 jaar is best een lange tijd. Ja, we doen natuurlijk niet alleen Bannink. Hè? We doen ook andere dingen. We moeten ook nog met de opera op reis. Dus dat komt er allemaal bij. Maar wat was de gelegenheid dat jullie dachten van... we moeten gewoon... Bannink op de kaart zetten. Ja. Nou, tijdens corona bleek natuurlijk wel... dat er heel veel concerten voor de kinderen niet doorgingen. En dan hadden we weer iets ingestudeerd. En dan stopte het weer. Dus ik denk, we moeten iets doen waar veel van is. Nou, Harry Bannink heeft meer dan 3000 liedjes geschreven. Ja. Dus dat kwam goed uit. En zo zijn we ermee begonnen. En het is een Enschedese componist. En we willen ook graag dat iedereen Harry Bannink niet vergeet. Dat het gewoon dat iedereen het blijft zingen. Ja, want wie is dan je publiek bij zo'n bijeenkomst? Wie bereik je ermee? Ja, ik denk heel veel inwoners van Enschede hoop ik gewoon. En ook de familie van de kinderen natuurlijk. De vrienden van de reisopera. Ja,
Ja, precies. Nee, maar ik zit even, want als je dan, als je een inschatting zou moeten maken, zeg maar, zijn dat vooral de mensen die echt met Harry Banning zijn opgegroeid, of kun je ook nieuwe mensen bereiken? Ik denk wel dat we nieuwe mensen bereiken, maar ik denk misschien dat dat door middel van het kinderkoor is, of misschien dat Anke daar iets over wil vertellen. Nee. Anke die houdt zich verstandig in de luwte. Het concert, ik heb hier even een poster. Zondag 14 november, 3 uur, tickets €5. Van Parijs tot Purmerend, waar slaat dat op? Komt uit de liedjes van Harry. Er is de kat die is naar Parijs geweest en iemand die wil op de step naar Purmerend. Dus zo kom je heel Europa door. Met Harry kom je overal. Kijk, toch hele verhalende liedjes zijn het. Ja, oké. Okay. Dit leidt dan van Parijs tot Purmerend. Maar waar moet jullie project toe leiden? Wat hoop je? Dat heel Enschede straks Harry Banning zingt? Zeker, dat we in 2025 met duizenden mensen op de Oude Markt samen Harry Banning zingen. Daar gaan we voor. Iris de Vries, dank je wel. Graag gedaan. En veel plezier komende zondag en de komende 4 jaar. Ja, zeker. Dank je.